Woke begint stilaan op ieders zenuwen te werken. Laat ons daar eerlijk in zijn. Als ik zie ook de openbare omroep die daar vaak al te gemakkelijk in meegaat, als je aan de bevolking moet zeggen dat je een bepaalde aflevering van De Kampioenen niet meer gaat uitzenden, omdat Marksken een van de drie koningen is, de zwarte koning. Dat heeft niks met slavernij te maken, heeft niks te maken met neerkijken. Het gaat over de drie wijzen die uit de verschillende continenten kwamen, waarbij ook het Afrikaanse continent en Jezus gingen aanbidden. Dat heeft daar allemaal niks mee te maken, maar men durft niet meer. Hè. Een onschuldig woordje zoals flitjes mag dan ook niet meer. Alles wordt een staatszaak. Je voelt het wel. Ik vind dat een woke dictatuur aan het komen is.